Aansluitend aan zijn nieuwjaarswensen maakte burgemeester Jansen bekend wie de Vrijwilligersprijs 2015, ofwel de Peer Parelprijs, in ontvangst mocht nemen. En afgelopen jaar was natuurlijk heel bijzonder, het Reuzenfestival. Prachtig weer in september, heel veel mensen aanwezig. En Peer Parel, de reus van Oosterwijk, staat hier. En het zijn ook weer reuze mensen, reuze vrijwilligers die ieder jaar zeggen: laten wij eens iemand in die samenleving van Oosterwijk aanwijzen om een vrijwilligersprijs aan uit te reiken. En wie zou dat voor 2015 gewonnen hebben? Mensen die hard gewerkt hebben en veel vuile handen hebben, veel overal aan gehad hebben, heel veel werk gedaan hebben. Daar is het hier en nu. Klopt allemaal, want ze hebben zo'n 7 jaar geleden al de handschoen opgepakt om op de KVL's naar dat oude... De burgemeester haalde Wil Ruskes van de Stichting Reuzengilde erbij om de winnaar bekend te maken. De prijs ging dit jaar dus naar de vrijwilligers van de Stichting Stoommachine Oosterwijk. Vooral het werk wat ze de afgelopen 7 jaar hebben gestoken in de stoommachine van de oude leerfabriek. U ziet hier de werkers van het eerste uur en ze zijn gewoon doorgegaan. Bas de Witte als bezielende kracht. De trofee, een miniatuur van Peer Parel, werd overhandigd aan Bas de Witte. En de cheque ter waarde van €250 mocht in ontvangst worden genomen door Jan Leermakers als vertegenwoordigers van de vrijwilligers. APPLAUS.